Juist als je druk hebt en een beetje weer grip op je leven wil krijgen, raad ik je aan om deze video verder te kijken. Weet jij wanneer je voor het laatst iets nieuws hebt geprobeerd? Echt iets nieuws? Niet een andere route naar je werk of een nieuw merk chocopasta. Iets onbekends, iets spannends, iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan? Ha, dat dacht ik al. Gek hoe we dat eigenlijk amper doen, hè? Kijk, luister. Ik snap ook wel dat het allemaal heel druk hebben, dat je allemaal verplichtingen hebt en dat je eerst maar eens probeert te overleven. En dan komt Marietje ook nog eens met haar kop om de hoek om te vertellen dat je nieuwe dingen moet gaan doen. Dan begrijp ik dat je eerste reactie is... Ain't nobody got time for that! Maar juist als je druk hebt en een beetje weer grip op je leven wil krijgen, raad ik je aan om deze video verder te kijken. Vandaag hou ik een pleidooi waarom je vaker nieuwe dingen moet proberen. Want... recentelijk een wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat... Nee, ik ga je echt op een leuke manier vertellen waarom. En ik vind zelf dat ik daar de uitgelezen persoon voor ben. Omdat ik fucking iedere week nieuwe dingen probeer voor mijn video-experimenten. Eigenlijk ben ik gewoon een wandelend experiment. Laten we beginnen met het waarom. Jezelf weer even beginneling voelen. Jezelf weer nietig voelen. Even uit je comfortzone stappen. Het is zo goed voor een mens. Wij zijn namelijk van nature best wel lui. En het is natuurlijk fijn om ergens goed in te zijn. Maar je groeit pas echt als mens als je vaker nieuwe dingen probeert. En we doen het veel te weinig. Tijd voor een klein verhaaltje. Ga er lekker voor zitten. Ik heb een kopje thee. Gezellig. Een tijdje terug had ik mijn eerste interview op camera. En ik was zenuwachtig. Niet normaal. Best wel typisch sowieso voor iemand die al 2,5 jaar haar werk ervan heeft gemaakt om voor de camera te praten. Het was een video voor een grote nieuwswebsite. En toen ik op locatie kwam, sprak ik even met de eigenaresse daarvan. En die gaf eigenlijk al heel snel aan dat ze wel iets in mij zag. Dat ze wel meer met mij wilde doen en mij voor van alles en nog wat wilde gaan inzetten. Oké, extra pressure. Nou, ik dat interview in en zoals je misschien al een beetje verwacht, dat ging echt mega ruk. Ik voelde me er zo slecht over. Ik was er echt helemaal misselijk van. Ze zeiden dat het wel meeviel, dat het prima ging, maar geloof mij, het was echt slecht. Maar ja, ik kon natuurlijk ook niet daarna in bed gaan liggen huilen. Life goes on en ik moest sporten. Ik ging die middag kickboksen. Dat is een sport wat ik eigenlijk nog maar heel kort deed. Een maandje of twee. Ik wilde niet, maar ik pushte mezelf toch om te gaan. Ik vind kickboksen best moeilijk. Zeker voor iemand die haar hele sportcarrière heeft hard gelopen. Moet je opeens met allemaal andere ledematen aan de slag gaan. Ja, die heb ik allemaal niet onder controle hoor. Dus iedere les stond ik daar met een vraagteken boven mijn hoofd tussen allemaal mensen die precies wisten wat ze aan het doen waren. En ook die middag dus, voor de tweede keer die dag, werd ik weer geconfronteerd met mijn eigen onkunde. Maar toen ik weer naar huis fietste na die les, besefte ik me, ik doe het toch maar mooi wel. Zoals ik al zei, was ik nog maar kort begonnen en aan het begin kon ik helemaal niks. Nu kon ik na 2 maanden al best wel... een heel klein beetje een rechterstoot uitdelen. Dus als ik zelfs beter zou worden in het voor mij totaal vreemde kickboksen, iets wat ik echt, echt, echt niet kon, ja, dan moet het met praten voor de camera ook wel goed komen, toch? Nou, als je dit zo hoort, dan klinkt het misschien niet allemaal superleuk en even gezellig, misschien wel heftig en intens, en vraag je je waarschijnlijk af waarom ik je toch zou adviseren nieuwe dingen te proberen. Nieuwe dingen proberen is misschien lastig en moeilijk en je moet jezelf pushen. Maar omdat je nog niets kan, ga je ook sneller vooruit. Je begint bij 0 en je komt heel snel al op niveau 5. Dat is veel makkelijker en fijner dan iets perfectioneren. Als jij van 98 naar 99 moet, is dat vele malen moeilijker. Wat ik dus wil zeggen, vaker nieuwe dingen proberen geeft je zelfvertrouwen. Mensen zijn van nature risicoavers. En door evolutie zijn we eigenlijk een soort van geprogrammeerd om altijd te zoeken naar veiligheid en stabiliteit. En daar willen we ons graag aan vasthouden. Dat is natuurlijk een goede impuls op de savanne als nieuwe dingen proberen, worstelen met een beer is of fruit proberen waar je maagzweren van krijgt. Hè?
Maar in de huidige samenleving verandert alles constant en blijft juist niets hetzelfde. Daar moet je mee om kunnen gaan. Jezelf in onverwachte situaties storten zorgt ervoor dat je bepaalde gevoelens van onzekerheid beter kunt herkennen en managen. Denk overigens niet dat het weggaat, want ik weet zeker dat bijvoorbeeld Maan, de zangeres, ook nog steeds zenuwachtig kan zijn voor een bepaald optreden. Maar je leert ermee omgaan en het is iets waar je doorheen moet. Des te vaker je je aan iets nieuws blootstelt, des te makkelijker kun je met allerlei dingen in je leven omgaan. Vroeger was je postbode en dat deed je dan 40 jaar. Nu heb ik bijvoorbeeld een beroep waarvan ik niet eens weet of het over een paar jaar überhaupt nog bestaat. 10 jaar terug bestond het niet en ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, maar dat is oké. Je past je aan wat er op je afkomt en je vindt er altijd wel weer een weg in, maar je moet er wel een bepaalde mate van mentale flexibiliteit voor hebben. En die mentale flexibiliteit, die is key. Dus probeer iets nieuws. Ga op kookles, leer een nieuwe taal, koop een gitaar, whatever. Van mijn part schrijf je je in bij een koor. Als je er helemaal niks van kunt en je vindt het doodeng, goed zo. Dit is de point en je zult zien dat je er uiteindelijk blijer, sterker en zekerder, maar ook rustiger van gaat worden. Dat is wat ik kwijt wilde. Heb je nog vragen? Laat het natuurlijk even achter in de comments hieronder en dan zie ik je snel weer. Doei!